mensen! Mijn naam is de Mad Luigi en jij vraagt je momenteel vast wel een aantal dingen af. Een van die dingen is waarschijnlijk met waarom zit je in een doos op straat? Nou ja, zoals sommigen van jullie misschien nog wel weten, eindigde mijn 2018 niet helemaal fantastisch. Dus ja, ik leef momenteel het dakloze doosleven op straat. En het is niet bepaald leuk. En dat is een beetje jammer, want ik heb toch om een of andere reden nog gasten uitgenodigd naar mijn doos. Ja, weet je, het enige positieve aan dit hele gebeuren is dat er vrij weinig kan gebeuren waardoor ik nog meer verlies. Ik bedoel, het enige wat ik heb is deze doos. Dus dat is een hele kleine troost. In ieder geval, ik hoop dat de gasten het niet zo erg vinden om in de kou hier buiten te gaan praten over de kerstborrel. Aangezien we dat vorig jaar ook hebben gedaan. Ook al hadden we vorig jaar tenminste wat warmte van mijn brandende huis. Ja, nou dit is echt fucking kut. Dus we zijn er weer met de kerstborrel 2019 editie. Volgend jaar hoop ik daadwerkelijk, nou ja, een borrel te hebben. Maar dit jaar gaat vast en zeker ook nog wel geinig worden. Zoals ieder jaar gaan een paar gasten en ik praten over het voorgaande jaar. De leuke dingen, de kutte dingen en alles ertussenin. En het wordt vast een hele gezellige boel. Dus zonder verder gebrabbel, laten we beginnen met de allereerste gast. Dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd voor deze fantastische kerstborrel. Je weet, ik ben groot fan van je kerstborrels. Ik kom elk jaar met heel veel zin naar je kerstborrels. Dus ja, ik wil het dit jaar hebben over de E3. Er waren veel goede dingen op de E3. Maar om het wat interessanter te maken heb ik hier Jaap Stam bij me van EA. Hallo Jaap Stam. Ah, hallo. Ja, en Jaap Stam, die heeft ook nog wat inside information, zeg maar, over hoe het gaat bij E3. E3, een supergoede jaar. Oh, die keer dat EA wat announced, dat was echt mijn favoriete keer. Ja, ik vond het ook inderdaad heel goed toen die gast gewoon op die bank zat en allemaal grapjes probeerde te maken die niet aankwamen. Ze landen allemaal. Weet jij werkt bij EA? Weet jij misschien waar dat is misgegaan? Nou, kijk, we waren in zo'n meeting voordat het allemaal gebeurde. Ja. En toen dachten we, nou, we moeten iets leuks hebben zodat we de kijkers aandacht hebben. Dus toen dachten we, we stuurden gewoon een stagiair naar buiten, maar die kon er echt helemaal niks van. Oh, het was gewoon de stagiair. Die liep gewoon stage bij jullie. Het was stagiair. Ja. Jullie letten echt altijd op jullie budget, hè. Dat is echt fantastisch. Hij zei dat hij grappig was, maar het was allemaal weer heel leuk. Ja, dat hoor ik wel vaak. En hij wist ook niks ervan. Het was echt weer echt één pot nat. Maar in ieder geval, dat was EA. EA was natuurlijk een totaal verschrikking. Ja, sorry Jaap Stam. Maar ik weet het zelf ook wel. Nou, mooi dat jullie dat zelf ook doen. Ik werk alleen voor geld. Ja. Oké, okay. Volgende, wat was er ook weer daarna? Nee, volgens mij was Microsoft, Phil Spencer. Hij zei iets over games volgens mij, iets over games zei hij. Ik weet niet of jij dat had gezien. Hij zei het woord games, we hebben even geteld, de redactie ging even meetellen. Even tellen. Hoe vaak je dat zei. Ja. Dat was heel mooi. Gamers, gaming, games, gamers, games, gaming, games, gaming, games. Ja, nee, zeker. Dat vond ik ook. Dus nee, dat Russische EA-hackers zaten ook in de... Ja, die hebben het allemaal onderzocht natuurlijk. Nou goed, dat was Microsoft voor de rest. Wat hadden we nog meer? PlayStation Nintendo. Was er niet. Die waren bang voor EA natuurlijk. Je had een Nintendo. Nou, die hadden hele matige Mario, aanzien. Ik zag Mario en ik dacht, dit is mooi. Donkey Kong zat ook in de game. Ja, ik zag Donkey Kong in dat ook. Maar voor de rest hadden ze helemaal niks. Ze hadden geen Smash, geen Zelda, weet je, allemaal troep. Ja, ze hadden ook iets met Bowser of zo. Ik weet niet of jij... Bowser? Bowser. Bowser. Hij was helemaal weer... wild, volgens mij. Maar ik zie dat we al erg lang praten. We moeten het een beetje afronden, want dan kunnen we andere gasten ook nog aan het woord laten tijdens deze fantastische nieuwjaarsspeech. Maar dan sluiten we het af met mijn favoriete studio,
favoriete E3-presentatie, Bethesda. Wat was dat toch een toffe presentatie, vond je oh, ook? Oh, dat vond ik zo leuk, hè? Ja. Ik zag jou echt genieten daarvan. Ja, ik was ook helemaal aan het genieten en die stagiair, ja, die kreeg wel een beetje kop, maar daarna hebben we allemaal gewoon genoten van Bethesda. Ja. Ja, wat ik mooi vond aan Bethesda is dat er zat zo'n man in de publiek en die kreeg gewoon een paar honderd euro van Todd Howard. En dan mocht hij de hele presentatie mocht hij lekker gaan schreeuwen van ja, het kon niet heel goed, vond ik. Dat vond ik heel mooi. Ja, nee, dat was weer goed bedacht van Bethesda. Ja, dus nou ja, dat was het weer voor dit jaar. Volgend jaar weer nieuwe kansen, nieuwe E3. Maar ik zag laatst wel zo'n video van de Matt Luigi dat E3 in de problemen zit en dat E3 gaat stoppen. Daar weet ik helemaal niks van. Julius, ik trek hier echt de grens. Dat gaan we niet doen. Nee, fuck jou. Flikker op. Krijg de tyfus. 2019 zat vol met leuke dingen, stomme dingen, maar ook Smash Bros. DLC. Het beste van het jaar. De meest gediscussieerde evenementen van het jaar op het internet. Vraag maar aan Jurian. Ja? Wie stopte niet met klagen over dat hij Banjo-Kazooie niet kreeg? En toen kreeg hij hem! En toen werd het zijn main. Hoe cool was dat? Maar er zijn nog meer karakters die DLC kunnen worden. Maar wie zal het dan zijn? Nou, geen zorgen. Je maat Tim is hier om je in 2019 te leiden. Wie komt er in DLC 2? Ik weet het, want ik heb een lijst gemaakt die de DLC's kunnen zijn. Dus luister maar naar mij. Ik heb heel veel goede ideeën. Op nummer 1 van mijn lijst staat Sora. Sora van Kingdom Hearts. Ik wil hem er niet in hebben, maar hij heeft een grote kans. Op nummer 2 van mijn lijst, Doomslayer. Ik wil hem er ook niet in hebben, want wie iemand denkt van... Hey, ik wil niet Mario zijn. Ik wil niet Link zijn met een cool zwaard die coole fucking dingen kan doen. Nee, ik wil een guy zijn met geweren die letterlijk niks anders kan doen. Wie wil Doomslayer erin? Nee, ik. Op nummer 3 staat Geno. Ik heb nooit Mario RPG gespeeld, maar hij is populair. Maakt mij niet uit dat hij erin zit. Hij is beter dan Doomslayer. Op nummer 4, Shantae. Waarom? Shantae is leuk. Speel Shantae. En op nummer 5 staat Shovel Knight. Shovel Knight is ook leuk. Koop Shovel Knight. En dan gaan we nu naar Rapid Fire. Harry Potter! Johnny Jonko! Evie! Mark Rutte! Willem-Alexander! Dat was de Rapid Fire. Maar, moet je eens goed luisteren. Er is één karakter wat in 2020 zal komen. Misschien is het ook al bij de Game Awards, die nu al geweest zijn. Maar ik weet wie het gaat zijn. Motherfucking Springman, baby! Wow! Ja, 2019 was eigenlijk best wel fucking awesome! Holy shit! We hebben eindelijk Banjo en Smash. Holy fuck! Ik had niet gedacht dat deze dag ooit zou komen, maar hij is daadwerkelijk gebeurd. En ja, wat de fuck? Dit is fucking mooi. Dit is echt een van mijn videogame dromen. En ik heb er wel als een of andere randebiel lopen gillen. Maar het was het fucking waard. Ik heb hier 4 jaar op gewacht. Dankjewel Phil. Dankjewel Sakurai. En dankjewel aan iedereen die eraan mee heeft gewerkt. Ik ben zo fucking blij. Ja, een game company waar ik niet zo blij mee ben. Is de Pokémon Company. En Game Freak een soort van. Alleen ja, de Pokémon Company is wel het grootste probleem hier. Pokémon Sword and Shield waren niet zo geweldig. Dus ik heb één wens voor 2020. En dat is dat ze niet aan Pokémon Diamond and Pearl zitten. Totdat ze daadwerkelijk een soort van... Ze hebben talent. Ik weet dat ze talent hebben. Maar totdat ze daadwerkelijk een goed product kunnen neerzetten. Wat niet Sword and Shield is. Blijf alsjeblieft van Diamond and Pearl af. Dat wilde ik even melden. Want het is gewoon fucking kut als ze hier... Gewoon als ze volgend jaar die remakes krijgen. En ze het helemaal gaan verneuken. Alsjeblieft. Ik smeek je om. Doe het alsjeblieft niet. Doe het niet, oké? Okay? Doe het niet. Game Freak, remake alsjeblieft pas Diamond and Pearl als je daadwerkelijk een soort van die vrijheid hebt. Want anders dan ben ik fucking boos. Oké, okay, dat was mijn 2019 speech. En ja, dan zie ik jullie in 2020 weer. Houdoe! Ja, 2019 was echt fucking kut. Ik heb echt nog nooit een jaar gehad waarvan ik echt daadwerkelijk serieus meende dat het gehele jaar gewoon echt verschrikkelijk kut was.
Maar 2019 is dat ene jaar. Je weet wel dat altijd weer wordt er zo gemeend. Zo van wow, 2000 puntje was echt een kutjaar. Laten we hopen dat het volgende jaar beter is. En ik meme altijd ook mee. En ik maak dan de kerstborrel en ik maak dan grapjes over oh wat was het kut. Maar dat meen ik nooit echt altijd helemaal. Omdat ik altijd wel denk zo van een jaar kan niet in zijn volledigheid echt kut zijn. En dit jaar wel! Alles wat dit jaar gebeurde, was echt verschrikkelijk. Zowel gewoon qua niet alleen games, maar ook qua mijn persoonlijke leven. Dit jaar wilde ik graag mijn rijbewijs halen. En in plaats van dat ik mijn rijbewijs heb gehaald, word ik vanwege mijn autisme, wordt er een onderzoek naar me gedaan of ik dat wel kan halen. Het is een heel verhaal. Ik had origineel niet aangegeven dat ik autisme had, omdat ik het niet nodig vond, want het is geen deel meer van mijn leven. En toen kwam het per ongeluk ter sprake. Nou, moet ik fucking lang wachten totdat ik een nieuwe kans heb om het daadwerkelijke rijexamen te halen. En misschien in de tussentijd van dat wachten kan mijn theorie vervallen. Jee! Nou, en toen had je mijn school. Nou, wat was het leuk met school. Behalve dat ik fucking bleef zitten omdat ik alles had verneukt. Het was niet leuk. Ik ben zo blij dat ik de kans heb gekregen om mijn schooljaar over te doen. Want normaal mag je dan niet meteen opnieuw de opleiding doen. Dan moet je 2 jaar wachten bij deze opleiding. Ik had het echt het voorgaande jaar gewoon echt verneukt. Toetsen gingen niet goed, het leren ging niet goed, het huiswerk maken ging niet goed. Helemaal niks ging goed, het was kut. Heel veel stress gehad en ik heb echt heel veel ochtenden gehad. Waarbij ik gewoon wakker werd en bij mezelf dacht zo van, waarom zou ik in hemelsnaam opstaan uit bed? Ik wil niet zeggen dat ik depressief was, maar ik had deprimerende gedachten waarbij ik echt dacht zo van, waarom in hemelsnaam zou ik uit bed komen, wat is het nut? Uiteindelijk heb ik er toch wat aan gedaan, heb ik gewoon mezelf bij elkaar geraapt en ben ik nu hartstikke goed bezig met mijn studie te vervolgen en het allemaal over te doen. Ik heb goede cijfers gehaald dit keer in het begin, dus het gaat een stukje beter. Alleen dat was niet de enige kutte. Dit jaar was ook nog eens gewoon het jaar dat mijn oma van mijn moeders kant overleed. Dat is een paar maanden geleden gebeurd. Dat heb ik ook nog niet verteld op YouTube. Een paar mensen, vrienden van mij weten het. Maar echt, dat was echt gewoon heel vervelend. Zij was de meest lieve, geweldige, positieve vrouw in mijn gehele leven. Zij was echt gewoon fantastisch. En ze is nu overleden. Ze vecht al een tijdje, vecht al een paar jaar tegen kanker. En dan nu is ze toch uiteindelijk een aantal maanden geleden overleden. En dat was echt een van de meest verschrikkelijke dingen die me ooit was overkomen. Ik had 1 keer eerder een begrafenis meegemaakt en dat was gelukkig niet van een van mijn familieleden of van mijn directe familieleden. Dat was van de vader van een achternicht van mij. Ik ben heel erg blij dat ik dat eerder had meegemaakt, zodat ik al een beetje wist hoe een begrafenis was, hoe grim dat kan zijn. En natuurlijk bijna exact 1 jaar voordat mijn oma overleed, was mijn hond overleden in 2018... En ik ben heel erg blij, klinkt misschien gek dat mijn hond is overleden, want daardoor heb ik echt een beetje alvast een idee gehad van hoe verschrikkelijk het kan zijn als iets waar je van houdt gewoon echt kapot gaat en doodgaat. En dat was ook natuurlijk heel vervelend, maar op een hele rare manier heeft dat toch een klein beetje de impact van het overlijden van mijn grootmoeder een klein beetje verminderd. Maar het was nog steeds echt verschrikkelijk. Het was echt niet leuk. Ik weet nog steeds, ik denk elke dag aan haar. Ik weet nog steeds dat ik die avond beneden kwam. En dat mij werd verteld met, ja, oma is overleden. Toen zat ik ook midden in gezeik van school. Midden in gezeik van mijn rijlessen en zo. Waarbij ook nog eens bij mijn rijlessen mijn rijinstructeur me verliet. Omdat hij zei van, hij deed dit op een kut manier. Hij maakte een smoesje om van me af te komen. Omdat hij dacht dat hij me niks meer kon leren. Dat was ook echt een klootzak, laten we eerlijk zijn. Maar ja, dit jaar was niet eens leuk. En ik ga niet eens een woord zeggen over Pokémon Sword and Shield. Dat was het hele jaar gewoon alleen maar gewoon één grote deprimerende kutzooi. Echt waar. Heel Pokémon Sword and Shield. Ik heb er genoeg over gezegd. Ik heb er genoeg over gepraat. En ja, nee. Ik heb gewoon geen plezier gehad dit jaar. Veel dingen verloren. Ook vrienden. Een aantal vrienden verloren dit jaar. Wat ook echt heel erg kut was. En dat was gewoon niet leuk. Ruzies gehad.
En ja, nee, 2018 of 2019 was niet leuk. Gelukkig zijn er wat positieve dingen ook gebeurd in 2019. Zoals ik heb een puppy die super lief is. Alleen hij bijt mijn hele arm kapot. Dat is een stukje minder leuk. Maar vooralsnog, voor wat het waard is, hou ik heel veel van mijn hond. Ik ben nu nogmaals goed bezig met mijn studie. Pas geleden ben ik 21 geworden en ik kijk nu met een positievere blik op de toekomst. En ik kan iedereen aanraden om dat ook te doen, want stel dat jij ook iets van familielid hebt verloren, of dat er iets niet goed gaat in je leven met school of wat dan ook, of met vrienden die je verlaten en je praktisch gezien je rug steken en met je rijbewijs wat niet goed gaat, onthoud dan dit. Je komt er overheen. Het maakt niet uit wat er gebeurt, je komt er overheen, want alles wordt altijd beter. En ik heb wel eens ervaring gehad met kijkers die zeiden dat ze depressief waren en dat mijn video's ze toch een heel klein beetje stukje hielpen. En dat voelt goed. Dus als er iemand is die ook maar een klein beetje depri-gedachte heeft en ook de gedachte heeft van ik wil niet opstaan vandaag zoals ik het afgelopen jaar had, weet, komt goed. Alles komt goed. Het wordt altijd beter, dat is gewoon zo. En zo niet, nou, dat weet ik niet. Het komt gewoon vanzelf goed. Als je mensen om je heen hebt die van je houden, die waar je mee kan samenwerken, dan is er niks om je zorgen over te maken. Uiteindelijk komt het gewoon goed. En dat is waar ik deze kerstborrel dus wil eindigen. Misschien eindigde het een klein beetje deprimerend. Misschien was dit gewoon heel erg anders dan wat mijn andere gasten hadden verteld en wat ik zelf door de jaren heen heb verteld, maar dit wilde ik in deze kerstborrel vertellen. Maar in ieder geval mensen, het maakt niet uit wat er gebeurt. Aan het eind van de dag zitten wij hier gezellig met de kerstborrel zonder een borrel. Wat de fuck is mijn doos heen? Ja, oké, nee, 2019 was gewoon kut. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer ze ook al leuk zijn. En laat me weten hoe jullie 2019 was. Was het leuk? Was het kut? Was het alles in het midden? En laat me weten hoe jullie kerst was. Hebben jullie ook een lekkere borrel gehouden? Wij gaan in ieder geval, ja, waarschijnlijk gewoon sneeuw eten, want er is vrij weinig hier om te doen. In ieder geval mensen, nogmaals, vond u deze video leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook al leuk zijn. Dan zien we jullie de volgende keer weer. Heb een heel, heel, heel fijne kerst. En veel geluk in 2020. Bye bye!